We kijken nog een keer naar Sander op 10% van de werkelijke snelheid naar zijn keerpunt. Je ziet dat hij stopt met zijn arm. Dus hij stopt nu met zijn linkerarm. Zijn rechterarm gaat over het water. Koprol met beide voeten goed tegen de muur. Voeten zijn mooi naast elkaar. Goed tegen de muur. En nu afzetten en lang maken. En dan één keer dolfijnen. Nog een keer dolfijnen. En die tweede die had beter gekund en nog beter is als die er drie maakt. Zodat je de snelheid van het afzetten nog beter vasthoudt. Let op zijn benen. Die kunnen nog iets meer doen. Maar dat komt ook omdat het vertraagd is.